We zijn vandaag bij de foto-expositie Family Portraits. En we gaan een kijkje nemen naar de prachtige foto's van de vluchtelingen uit Lesbos. We zijn bij Bibliotheek Rivierenland in Zinder en we zijn bij de expositie, de fototentoonstelling Family Portraits. De fotograaf is Joey McLaughlin, een Amerikaanse fotografe. En zij heeft op Lesbos in 2 vluchtelingenkampen heeft zij foto's gemaakt, familieportretten van vluchtelingen. En dat heeft ze eigenlijk gedaan om ze als mens neer te zetten, zeg maar. En niet als probleem of als vluchteling. Haar motivatie is om ze echt als mens te portretteren, als familie. Om daarmee aan te geven van we zijn allemaal familie. Ik vind het zeer indrukwekkend. De families die komen naar je toe. En daar waar er maar 1 of 2 op staan, vraag ik me onmiddellijk af. Waar is de rest van de familie? Is die in Lesbos? Of hebben ze elkaar al jaren niet gezien of nog erger? Dat maakt indruk. Ik vind ze heel mooi, heel bijzonder. Ik vind de uitstraling van die mensen, dat ik denk, confronterend. Hele stoere, sterke mensen. Wat voor gevoel zouden jullie hebben als jullie dit zou overkomen? Ik zie afgelopen weken meer nog de beweging, hè, van het vluchten met rolkoffertjes, et cetera. Ik kan me er geen voorstelling van maken, maar dan zie je het zoveel meer dan normaal. Terwijl je ziet aan deze mensen dat dit van alle tijden is, zal ik maar zeggen. Ja, ik kan me er geen voorstelling van maken. En nu denk je ook soms, het zijn gewoon mensen zoals wij, zoals jij en ik, die alles achter zich laten en moeten vertrekken, hè? Alles wat je nu ziet gebeuren, dat is gewoon afschuwelijk. Hè? En als je dan kinderen ziet, zoals bijvoorbeeld dit kind. Je ziet heel veel kinderen momenteel in die gebieden die zo'n gezichtje trekken. En dit zie je. Ja, dit is toch wel een heel omvattende foto. Wat vind je van de emotie die ze uitstraalt? Ja, ik vind het vrij droevig en de blik op oneindig. Ik denk dat dit in deze tijd heel erg speelt. Dus je kan er eigenlijk wel heel erg bij mee inleven? Ja hoor. En zijn er ook nog meerdere portretten die je het meest aantrekt? Nou, ook een familieportret vind ik ook heel mooi. En daar deze. Ik bedoel, ik vind ze eigenlijk allemaal heel mooi. This is what I imagined when we started to the concept of having these exhibits in libraries. I mean, we're in libraries and not in galleries because we want people to see them, like people just to walk by and have an impression. So in terms of that, I think it's really worked out. The sun is out and people are out and it feels nice. Yeah, it's like everything we hoped for. Ik vind dat de foto's heel erg binnenkomen, heel erg aanspreken. En eigenlijk nog extra nu natuurlijk, omdat de situatie met de Oekraïne natuurlijk nu heel actueel geworden is. En ja, deze foto's geven gewoon heel mooi weer dat mensen graag gelukkig willen zijn met hun familie, met hun dierbaren. En of je nou uit Syrië komt, of uit Afghanistan, of uit Tiel, of uit de Oekraïne, dat is een universeel iets. Dus dat geldt voor ons allemaal.